Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht voor de tweelingzielen, de boodschappen van jouw tweelingzielen. Welk bericht mag jij krijgen van jouw tweelingziel? Wat gaat er gebeuren? We gaan ook stapels maken van de Divine Masculine naar de Divine Feminine toe en de Divine Feminine naar de Masculine toe. Dus we gaan eens even kijken, wat wil de Divine Masculine jou zeggen en wat wil jouw Divine Feminine zeggen? Mijn naam is Jacqueline, welkom op mijn kanaal. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je dan bij 3000 abonnees. Dan verloot ik een telefonisch consult met mij van 20 minuten. Daar kun je me alles vragen over jouw tweelingziel of wat dan ook. Dus doe mee, daar komt nog een aparte video uiteraard. Van als ik die 3000 abonnees bereikt heb, komt er niet meer, nog maar een paar. 16 op dit moment. Dus als dat bereikt is, weet dan dat er een verloting komt. En ja, goed, dan komt er nog een apart bericht waar je onder kunt reageren. Even kijken, wat hebben we nog? Ja, mocht je dus een telefonisch consult wensen, een Zoom-sessie of iets anders bij mij boeken qua consulten, kijk dan even op mijn webshop. Ik heb aanstaande zaterdag, ze beginnen de healingen. Dat is een sessie van 2. De 20e en de 27e zijn wel op verschillende tijden, hou daar even rekening mee. Het is morgen, zaterdagmorgen, allebei. En dan gaan we dieper op bepaalde stukken in de rust in jezelf terugbrengen. Ook in de rust natuurlijk in jouw tweelingzielenproces. Dus als jij heel veel piekert, heel veel nadenkt en even niet meer weet waar het naartoe gaat, zou ik zeggen, ja, doe mee. Reserveer je ticket, ik zet het onder in de infobox. Of in de reacties zet ik de link. Wat wil jouw tweelingziel jou zeggen? Silence is helping. En free your mind. Dus het kan zijn dat jullie nu in separatie zijn. Maar dat zorgt er wel voor dat er dingen worden geheeld. Bij allebei. Dus zowel bij jou als ook bij de ander. En ja, dat is gewoon belangrijk om je rust te krijgen in je hoofd. Wat ik dan net aangaf, daar gaan we dus dieper op in die readingen. Of in de healingen, dat gaat via Zoom-sessies. Maar goed, kijk even in de reacties onder deze video. Daar staat een vastgezet bericht, zeg ik dat. En daar kun je meedoen, dat is deze maand nog. Werken ook met de energie van de Pleiade die dan ook gaan actief zijn. Dus krijg je nog meer hulp dan zoal zal krijgen. Dus het gaat echt een krachtige energie en healing worden van bepaalde stukken. We gaan eens even kijken, wat is de berichtgeving van jouw Divine Masculine? Wat wil... Oh, nou. Hij is zich dus wel aan het bevrijden in zijn hoofd, hè. Dat zag je, want die kaart valt gewoon om. Ja, zo kun je het zien. Wat is de boodschap van jouw Divine Masculine? Ik zeg deze kaarten, en gebruik ik ook al eens om de informatie te geven in jouw mannelijke energie, in jouzelf. Daar gebeurt het niet voor. Dus nu krijg je alleen maar de boodschappen van Divine Masculine. It will be worth it. Dus ook al zijn jullie in separatie, hij is bezig zijn gedachten vrij te maken, zich vrij maken in gedachten ook, van alles om klaar te zijn voor jou. Ja? Dus ook al hebben jullie nu geen contact, put yourself first. Dus dat is wat hij nu aan het doen is, maar dat vraagt hij dus, zegt hij dus ook aan jou. Zet jezelf nu even op nummer 1. Ja? Dat is heel belangrijk. Want als jij dat kunt doen, dan gaat die ander dat ook doen. Hè? Dan is er ook geen stop meer. Dan is er ook geen stilstand meer. Dan gaat die stilstand opgelost worden. There is no need to rush. Dus hij geeft aan van Divine Feminine. Of in ieder geval als jouw Divine Masculine. Als jij een Divine Masculine als persoon hebt, dan krijg je in ieder geval van hem de boodschap. Er is geen reden om te haasten. De oplossingen die komen eraan. Solutions are coming. Ja? Dan gaan we naar de Divine Feminine. Willen we dat zo doen? Ja, dat zullen we zo doen. Dat gaan we zo doen. Divine Feminine, dus Divine Masculines. Andersom, hè, als je gelijkwaardig zeg maar van hetzelfde geslacht houdt, allemaal geen probleem. Maar moet je even zelf omdenken. Voor mij werkt het makkelijker om vanuit hem te praten. Dus Divine Feminines, wat wil je aan hem vertellen? Welke boodschap heb jij, Divine Feminine, voor jouw Divine Masculine? Oké, you are not alone, dus je bent niet alleen. Je bent toch altijd bij je.
Be grateful for everything. Dus wees dankbaar voor alles eigenlijk. Dus ook voor jouw Divine Feminine. Fear is an illusion. Misschien is jouw Divine Masculine bang om stappen te zetten. Misschien is jouw Divine Masculine bang om zichzelf om nummer 1 te zetten. Of heeft hij het gevoel, ik moet dit alleen doen. Dat is niet zo. You are the sunshine. Dus jij bent eigenlijk de zon in het leven van jouw tweeling, van jouw vrouwelijke Divine Masculine. Dat is jullie boodschap van jullie Divine Feminine. Dus jullie zijn eigenlijk het zonnetje in het leven van jouw Divine Feminine. Dat mogen duidelijk zijn. Dat is duidelijk. En als ze dat nu nog niet weten, dan weet ik niet wanneer ze het wel moeten weten. Want ja, het is overduidelijk. Divine Masculine Silence Deck. Wat wil jouw Divine Masculine jou vertellen? Wat vertelt hij jou nog niet, Divine Feminine? Dus, de boodschap van de Divine Masculine voor hun Divine Feminine. Nou, dat is een heleboel. En ook al hebben jullie geen contact, er is toch iets dat hij allemaal wil vertellen. We gaan eens even kijken wat dat is. Of dat dan in de juiste volgorde is, laat ik in het midden. I'm frustrated about my life. Dus hij is ergens gefrustreerd over. My circumstances need to change before we can be together. Dus hij moet eerst iets veranderen, zodat jullie samen kunnen zijn. I didn't mean to block you and now I don't know how to undo it all but I'm working on it. Dus hij wilde jou niet blokkeren, maar kon op dat moment niet anders. Nou ja, goed, in principe regelt hij dat gewoon met één druk op de knop. You asked me to leave you alone, so I am, and it hurts. En dan krijg je dus van de Divine Feminine te horen, je bent niet alleen. Dus ook Divine Masculine, als jij het gevoel hebt van, ja, ik kon niet de stappen zetten naar mijn Divine Feminine, weet dat je niet alleen bent. Je kunt het wel. Misschien denk je nog dat het niet kan. Ja, maar is het gewoon dat dat niet hoeft. I'm trying to heal my insecurities about the habits I have that you may not like. Ja, dat kan, hè, dat hij dat moet oplossen. Dat jij iets gezegd hebt wat jij niet leuk vindt. En dat hij zoiets heeft van, ja, maar dat wil ik eigenlijk zelf ook veranderen. En ik moet daar alleen mee dealen. De kaart. You light me up inside. Dus Divine Feminine. Dus hij weet in ieder geval wel waar jij bent. Dus het voelt alsof jij als vuurtoren staat te wachten. I'm focused on work. En wachten, stop, dan zeg ik meteen weer iets betrekkelijks. Maar je gaat in je kracht staan, waardoor je schijnt en de ander kan jou daardoor vinden. Why do you want me? Dat vraagt hij zich ook af. Waarom jij hem graag wil als partner. I'm waiting until I feel better. Dus misschien heeft hij heel veel stukken moeten oplossen. En voelt hij zich nog niet krachtig in de kracht, krachtig genoeg om contact te maken. Ja, contact te zetten. I will contact you when I'm ready. Dus misschien zit hij op dit moment in een stukje van, ja, ik weet even niet hoe ik me voel. Kijk, en soms kun jij dat heel erg voelen, hè, Divine Feminine. Dan voel je gewoon dat je hem mist. En dat hoeft niet zozeer te zijn dat dat van jou afkomstig is, maar dat je zijn energie oppikt. Dat hij in een stukje, dat jij het gevoel hebt, Divine Feminine, dat jouw tweelingziel eventjes afstand neemt. Terugkeert in een soort kluizenaarsstukje. Waar die even zichzelf moet zijn. Dus even terughalen, zich even terugtrekken uit een situatie, uit de verbinding, dat daar iets mag gaan geheeld worden. Maar is in ieder geval, hij geeft aan van, ik ga contact met je opnemen, maar laat me even met rust, ik moet even dit hier oplossen. En jullie Divine Feminine zullen ook iets mogen oplossen. Dus wat dat is, dat zullen we nu gaan zien, want we gaan even kijken naar de boodschappen van de Divine Feminine voor de Divine Masculine. Zo. Eens even kijken, wat is daar, wat gezien mag worden? Wat mag gezien worden? En welke boodschappen wil jij Divine Feminine geven aan jouw Divine Masculine?
Welke boodschappen heb jij voor jouw divine masculine? Oké. Nou. Dat mogen ook duidelijk zijn. I'm sorry I pressured you. Misschien heb je dat gedaan en voel je daar schuldig over. I must raise my vibration. Dus dat is wat ik zeg. Haal jouw energiefrequentie. Zorg dat die omhoog gaat. I'm tired of back and forth. Dus je gaat dan weer contact, dan weer geen contact. Dat is lastig. Am I that easy to forget? Dus je vraagt je af, van vergeet hij jou zo snel? Can we sort things out and message me, please? Dus als jij Divine Feminine, jouw masculine, nu een boodschap zou willen geven, dan is het eigenlijk van, ja, we moeten dingen oplossen en ja, stuur me een berichtje, bel me op. Noem maar op wat, ja, hoe je contact kunt leggen. Dat weet hij zelf wel. En I love you. Dus meer hoeft het niet te zijn. Lijkt me voldoende. Lijkt me duidelijk. Maar ik heb ook het gevoel dat jouw Divine Masculine dat weet. Ja, dus dat is eigenlijk de communicatie tussen jullie. Ligt dus nu hier op tafel. Zowel van de Divine Feminine naar de Divine Masculine. Als de Divine Masculine naar de Divine Feminine. Maar als ik het dan kijk. Wat hier ligt, dat hij zegt van laat me even met rust. En jij hebt het gevoel van, ik moet je niet duwen, maar ik wil wel graag contact, ik wil dingen uitspreken. Meestal zijn wij vrouwen dat, hè, dat wij erover willen praten. En die mannen gaan als een kluizenaar in hun kokonnetje zitten en wachten totdat ze het zelf opgelost hebben. En hebben dan zoiets, ja, ze wachten wel, hè, dat komt wel goed. Ze weet dat. Ja, dat weet je zeker, hè, als Divine Feminine, maar het is wel fijn als er dan toch iets van een aardscontact is dat je ja, een berichtje krijgt, een persoonlijk berichtje of een telefoontje. Ik heb wel het gevoel dat ik eens even ga kijken van hoe gaat dat zich ontwikkelen. Ik had eigenlijk gedacht dat ik het hierbij zou laten, maar voel alsof dat nog erbij mag. En dan is het weer klaar. Hoe gaat dat verder tussen jullie? Betrayed, forgive yourself and others. This has grown you strong. This has grown you and made you stronger. You are not alone. Dus je bent niet alleen, maar ik heb niet het gevoel hier dat jullie elkaar bedrogen hebben. Dat voel ik helemaal niet zo. Maar meer dat je jezelf mag vergeven. Dat jij je mag vergeven, Divine Feminine. Dat je misschien gedrukt, geduwd hebt. Dat jij het gevoel hebt van, ja, ik ben aan het duwen. Ik ben die verbinding vooruit het duwen. En hij mag zich vergeven dat hij dus niet de stappen nog gezet hebt. Heeft die die eigenlijk zou willen zetten. Of had willen zetten, alhoewel. What you have doesn't always bring you peace. Choose the path that does. Dus als er nu iets is wat jij niet fijn vindt, zowel voor de Divine Feminine als de Divine Masculine, kijk dan eens wat jouw vreugde brengt. Ga daar naartoe waar je vreugde krijgt. En waar je vreugde ervaart. Ja? It's okay to have dreams, focus on your vision and allow yourself to achieve and receive your goals. Permission. Je krijgt dus toestemming, als je die nog nodig had, van het universum om toch die keuze te maken. De Divine Masculine om ja, de stappen te zetten naar de Divine Feminine. De Divine Feminine de stappen zetten van ik laat het even gebeuren. En het komt dan. Ja? Breathe. It's as easy as breathing when you allow it to be. Take some time to calm your mind. Alweer, calm the mind. Here, free your mind. Dus bij beiden moet er misschien iets geheeld worden wat te maken heeft met ja, het denken van wat heb ik, had ik anders kunnen doen, wat had ik zo kunnen doen. Dus dat is eigenlijk het stuk. Allow yourself to let go and feel the power of one soul. Want jullie zijn één ziel. Kijk, en daar mag je naartoe. Religion, honor your beliefs, be true to yourself. Dus wees nu eens eerlijk naar jezelf toe en wees ook dat je krachtig bent en voor jezelf kiest. Nu, eventjes allebei nog. Het kan dus zijn dat die separatieperiode echt even nodig is. Hè? Jij, Divine Masculine, mag iets helen. Waarin je het gevoel hebt gehad, ik heb het iets verkeerd aangepakt. En jij, Divine Feminine, doordat jij misschien gedrukt hebt, heeft die ander je moeten blokkeren. En dat weet jij nu inmiddels, dat weet die ander ook, maar dat is wel een stukje wat je zelf mag vergeven. En uiteindelijk komt het gewoon goed. Dus daar gaat het om. En dat is het belangrijkste. Ja? Ik wens jullie in ieder geval, was dat alles? Ik heb nog, komt me nu, er schiet me nu een dekte binnen, dus dat zal ik moeten pakken. En dat is ook een boodschap van de, over de liefde.
Als ik hem zou vinden, dan zou dat fijn zijn. Ik heb dat gelegd. Ik heb hier opgeruimd en nog eens opgeruimd. Maar ik vind het niet. Even kijken. Oh, ja. Het ligt recht voor mijn neus. Dat is het orakel van de liefde. En dat moet ik nog even erbij pakken. Die heb ik ook heel lang niet meer gebruikt. Kijken wat die aangeven. Oeh, niet te veel tegelijk. Wat mag ik nu nog hierbij zien? Oké. Romantiek. Cupido spijl treft doel. Dus ja, weet je, het is niet over. Het is niet over, want ja, het voelt gewoon goed. Alleen, ja. Voor altijd en eeuwig, jullie verkeren in eeuwige gelukzaligheid. Maar dat bedoel ik, dat heeft ook ermee te maken dat jullie elkaar al heel veel levens kennen. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, klopt dat. Je probeert iets te forceren, geef het de tijd. Dus jij Divine Masculine of jij Divine Feminine. Jullie proberen allebei misschien iets te forceren. Laat het eens even stromen. Laat Spirit jullie helpen. Een wonder, je relatie staat op het punt te veranderen. Dus er gaat iets wonderbaarlijks gebeuren. Geef hem de ruimte. Divine Feminine, Divine Masculine, geef jij jezelf de ruimte en jouw Divine Feminine even de ruimte. Er gaan in ieder geval heel, in die ruimte kan er van alles gebeuren. En misschien is het op aardvlak sowieso dat jullie even een tijdje wat verder in elkaar zijn dan normaal. Maar het kan ook zijn dat jullie geen contact hebben en dat je dus nu echt even, ja, in de rust mag. Even allebei je eigen ding doen, focus op je eigen ding en dan komt er, ja, ik heb het gevoel dat er gaat, ja, ik krijg alweer het gevoel van divine intervention, ik kan er niks aan doen, er gaat gewoon iets gebeuren en ja, dat is voor sommigen best wel schrikken, maar het zal de boel zuiveren, het zal het stuk in jouzelf zuiveren, het zal ook het stuk in jouzelf zuiveren waarvan je gedacht had, oh dat duurt nog lang en dan moet ik zoveel tijd over doen. En dan hoeft dat eigenlijk niet en dan gaat het met één klap, zak, boom, afgelopen, klaar, opgelost. Bij velen van jullie gaat dat zo. Niet bij iedereen, pas op. Maar er zijn erbij, dan gaat dat wel zo. Ik wens jullie een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken en namaste.